Goedemorgen jongens, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Het is weer waanzinnig lekker, we zijn wakker geworden in Gili, ik weet niet hoe je het uitspreekt hoor, de Gili Islands. En kijk, het is hier fantastisch met hoofdletter F, het is zo mooi. We hebben gisteravond in de dag er weer nog een duik gelopen in het zwembad. Vonden we echt even heerlijk, maar we gaan nu eerst even lekker ontbijten. En je loopt gewoon eigenlijk heel simpel er naartoe. Goedemorgen. Oké, nou je ziet, ik ben verschrikkelijk erg verbrand. Het is echt mijn buik ook, vooral mijn rug nog niet eens zozeer. Ook eigenlijk, mijn hele lichaam. dus ik moet echt even me goed ingespieren. En dat doe ik lekker met, ja, zonnebrand natuurlijk hè. Heerlijk. Nou, het is echt weer een bloedhete dag. Het plan voor vandaag is dat we ook lekker gaan duikelen. Oké, guys. Nou, we gaan lekker op een bootje en dan gaan we heerlijk snorkelen. Super veel zin in. We zijn even de fiets hier aan het neerstallen. Dat is wel een gehandes hoor. Maar moet je kijken of we fietsen. Ga daar nou weer eens jouw eigen fiets tussen zien te vinden. Dus ik heb even over foto's van gemaakt van de getallen die op de fiets staan. Dan weten we gewoon, oh ja, dat is die van ons. Ja, we gaan lekker varen. En dan gaan we lekker snorkelen. Gaan we lekker, onder water even kijken. Of er wel leuke beesten zien. Misschien zie je wel een haai of een octopus. Ja, je weet het niet. Dus daar hebben we heel veel zin in. Het water is ook gigantisch blauw. Moet je kijken hoe mooi. Zo mooi. Ik heb lange mouwen aan, want anders verbrand ik levend. Echt heel erg levend. Oh, even passen. Oeh. Oh, wat leuk jongens. Kijk ons bootje. Helemaal gillen. Wow, maar kijk hoe snel het afloopt, hè. Het is echt diep. Die hele boot gaat alle kanten op. Ik vind het echt heel eng! Thank you.
het water. Het is echt heel leuk. Het is heel leuk, maar het is zo eng ook ergens weer. Ik ben helemaal bang als er opeens een haai komt of zo. Ik vind dat wel zo eng. Maar het was echt heel mooi. Mooie zee. Schildpadden hebben we gezien. Hij heeft gefilmd met de GoPro. Ik had ook gefilmd met mijn GoPro, maar die stopte er opeens mee. Dus ik denk dat de batterij op is. Of ik weet niet wat het is. Hij gaat niet aan in ieder geval. Dus daar is hij misschien kapot. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou ja, ga ik later even naar zoeken. Maar het was echt heel erg leuk. En wat een heerlijke zee. Lekker water. En leuke vissen. Een mooi koraal. Het was helemaal leuk. Het was helemaal gillen. Yay. Nou, iedereen wordt nu naar binnen geholpen. Kijk uit dat je niet er weer in dondert. Hij gaat gewoon weg met dat schatje. Echt zo cool. Heerlijke bananenshake. Oh. Heel lekker. Echt even heerlijk. Kijk dan. Ah, dit is echt fantastisch. Maatje zee. Oh. Oh, wat lekker. Oh, wat heerlijk. Nou, dit is echt even bijkomen. Even wat dieper. Au, au, er zijn hier allemaal rocks, allemaal koraal, au, 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 dit is echt helemaal niet prettig hoor. Oeh. Wow, oh wat is dit lekker jongens, kijk dan maar, we zwemmen tussen de boten in een bizar blauwe zee en ik ben zo rood als maar kan. Het is toch fantastisch, nou echt waanzinnig. Echt, echt, dit is zo genieten, joh. Weet je, wij in Nederland hebben zo'n hele grauwe, zwarte, grijze, gore zee. En dan is dit gewoon echt wat je wil hebben. Dit is gewoon nog blauwer dan... Ja, wat is blauw? Dit is nog blauwer dan de lucht. Het is zo mooi. Oh. Oh, helemaal lekker. Oh! Waar? Wauw, schildpad! Waar? Als hij maar niet met zijn smoel in die motor gaat, hè? Watch out with you. Ik wil er nu mee zwemmen. Ik vind het echt heel aandoenlijk. Kijk jongens, dit is toch echt, ja. This one, two, three. Oh, het zijn er heel veel. Kijk, allemaal schildpadden. Emily. Wauw. We gaan weer lekker varen. Jongens, dat was cool, hè? Die schildpadden. Waanzinnig. Echt zo uniek. We gaan nog even naar een ander plekje om even nog heel kort te snorken. En dan is het ook weer klaar. Nou, ik word heel... Nou ja, oh! Nou, die hele boot gaat tekeer. Ik word niet goed. Ik word helemaal gek hoor. Oké, jongens. Oh, we zijn alweer wat aantal. Ja, nou, misschien wel uren verder. Ik ben net hier op het bankje in slaap gevallen. Ik zit helemaal onder het zout van de zee. In combinatie met zonnecrème. Daantje en Sander zijn ook al aan het slapen. We zijn zo moe. Ik weet niet waardoor het komt. Ik denk dat het snorken toch een soort van... Vroeg of laat geeft het toch een soort van druk met zich mee of zo. Je bent helemaal gaar. Oh.
Dus ik ga nog even lekker chillen bij het zwembad. We gaan ook verder niks meer doen hoor. Het was vandaag echt intens genoeg. We gaan lekker chillen bij het zwembad. Lekker zin. Ik zit te twijfelen om nog heel even de zonsondergang op het strand te zien. Of ik blijf gewoon hier. Ben ik nog even over aan het dubbelen. Maar goed, dat komt vanzelf goed. Vlogs editen, hè, moet ook gebeuren. Ja, jongens, mijn GoPro die doet het gewoon niet meer. Dus al die GoPro-beelden zijn weg. Gelukkig had die man, hè, waar we mee waren, ook een GoPro. Dus die heeft al de beelden lekker naar mij gestuurd. Zodat ik dat allemaal in de vlog kan doen. Maar ik heb geen GoPro meer. Ik weet niet wat het is. Hij is gewoon kapot. Ik denk oververhit of zo. Ik weet het echt niet. Nou ja, het is wat het is. Tada! Jongens, rennen uit de douche. Maar ik maak hem nog net mee de zonsondergang. Iedereen zit te kijken hier, gezellig. Oh, al die paarden ook. Mooi. Nog een klein beetje. Nu is hij weg. Weg? Ja. Oh. Yes! Zo blij dat ik even nog die zonsondergang heb mee kunnen maken. Vind ik zo emotioneel. En nu gaan we even lekker wat eten. Bij Austria. Dat is het tentje naast ons hotelletje. Wauw, dit is zo prachtig. Oh, wat is dit mooi. Gewoon lekker die zon die er zo nog allerlei kleuren geeft aan die palmbomen. Zo mooi. Oké, het eten was waanzinnig. Ik ga nu even naar een massage. Zij gaan ook naar een massage. Maar ze hebben niet zeg maar overal op dezelfde plek zoveel plek. Dus je moet dan even, eigenlijk moet iedereen steeds overal een massage zoeken. Er zijn er genoeg, maar je moet wel even zelf zoeken in de straatjes voor een massage. Dus dat ga ik even doen, even op de fiets. Het is hier fietsen, is hier echt zo eng. Oeh, ik zie echt niks. Je hebt hier geen lichtjes op je fiets, dus je ziet gewoon niemand. Oh, kijk hoe mooi. Oh, kijk dan hoe mooi dit is. Hoe iedereen hier zo lekker staat te hangen. Het is echt geweldig. Hier kan je zelfs naar de bioscoop. Dat is helemaal grappig. Een buitenbioscoop. Zo grappig. Maar ja, vind ik zo zonde. Weet je, je kan thuis ook op de Disney Plus. Hey jongens, ik kom net van een massage. Gewoon hier aan de straat. Het is echt fantastisch. Helemaal blij. Heerlijk. Het was zo fijn. En zo goedkoop, jongens. Dit was denk ik voor een uur. 5 euro. Wat? Er zijn hier overal hagedissen. Daar 3. Hier. Oh. Daar. Ze rennen allemaal over op die muren. En heel vlug. We gaan nog even een toetje lekker eten in het restaurant. Nou, en toch gewoon eten nog. Ik dacht eerst toetje, maar we gaan gewoon nog eten. Nou, bon appetit zeggen we dan. Oké, lieve allemaal, wij gaan ons even klaarmaken en dan gaan we lekker weer de stad in. Ik ga de vlog alvast afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen. Er komen vast nog wat beelden leuk aan, kan je lekker van genieten. En als dat niet zo is, ja, dan tot morgen. Slaap lekker, dan zijn we er gewoon weer. Dag! Oh,